Goedenavond. 2020 was een bijzonder jaar. En door dat ellendig virus waren we bijna vergeten dat Samson en Gert hun 30ste verjaardag mogen vieren. Maar het populairste duo van Vlaanderen verdient natuurlijk iets moois. Gert heeft ondertussen zijn Samson doorgegeven aan Marie. Dus kunnen wij Gert bedanken voor alles wat hij voor ons betekend heeft. En op welke manier kunnen we dat beter doen dan in zijn eigen vertrouwde living? Helaas, dat decor dat is weg. We vinden dat nergens. Dat blijkt in stukken en brokken naar het containerpark gegaan te zijn of zo. Niks aan te doen. Of misschien kan je dat voor zo'n unieke gelegenheid wel laten nabouwen. Hier is, speciaal voor Gertje, de splinternieuwe oude living van Samson en Gert. Gert is onderweg naar hier. Hij weet dat er een show is voor het 30-jarig vieren. Maar hij weet bijvoorbeeld niet van dit decor. Hij weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Hier zijn ook de vaste acteurs zijn hier. Goedenavond iedereen. De producer is hier, de regisseur. Ellen, zijn vrouw, jij bent hier ook. Fijn dat jullie er zijn. We hadden heel graag nog een hele hoop fans uitgenodigd. Dat mag allemaal niet. Maar straks misschien nog een paar verrassingen. Welkom bij 30 jaar Samson en Gert. Gert zou aan het toekomen zijn. Ze zeggen dat hij met de fiets komt. Dat is nooit helemaal zeker. Gert Verhulst, goedenavond. Amai, helemaal met een glitterbroek en alles. Het is feest vanavond. Amai, dat zal even niet zijn. Zeg. Welkom, welkom. Je mag je mondmasker afzetten. Oh, dankjewel. Want we gaan op veilige afstand blijven. Je krijgt een microfoontje. Word je bang dat ik te dicht ging komen? Nee, nooit. Oh, okay. Nee, nee, nee. Absoluut niet. Goed gevonden hier? Ik ben hier al eens geweest. Ah, is dat? Ja. Ah, ja. Gert, onthoud één ding. Ja? Deze show is helemaal voor jou. Ah, merci. Ik volg u. Volg maar. Dank u wel. Welkom. Ah. In je eigen living. Ja, mooi. Je vindt het mooi, maar een schoon gezelschap. Je vindt het mooi. Je vindt het mooi. Het is langs daar. Zo. Tada. Ze hebben zelfs de geur van vroeger teruggevonden. Het is wonderbaarlijk goed nagemaakt. Vind je het goed? Ja, het is echt goed gedaan. Ja? Ja, ja, nee, echt waar. Amai. Is het helemaal zoals het was? Het is iets steviger, denk ik. Van ons, dat bewoog. Als je de deur dicht deed, dan bewogen de muur. Maar ik kan het even zien. Misschien is dat nu nog. Hè. Ja, het is nu nog. Ja, voilà. Ja, okay. Dus het is goed, hè? Ja, ja, het is ze hebben goed er rekening mee gehouden. Jij mag op jouw vertrouwde plekje gaan zitten, Gert. Ja. Zit hij goed? Ja, nee, dat zit heel slecht. Ik heb 20 jaar slecht gezeten eigenlijk. Ja. Als zo'n zetel in elkaar gezet werd, en dan probeerde iedereen zo ervoor te zorgen dat hij in dat zeteltje zat. Ah, ja. 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 Sorry. Ja, ik zie ingenomen. Het. Je zit goed. Ingenomen door mij. Zwaar, hè? Ik heb gehoord dat jij absoluut niet van verrassingen houdt. Oh, het is te zien. Maar meestal niet. Nee, nee, voilà. Dus eigenlijk, ik wil gewoon één ding vragen of je gewoon even een uurtje wilt blijven zitten en doen alsof je het leuk vindt. Dat kan ik heel goed. 1989, je was omroeper voor TV1, ja. Was dat toen nog. En dan kwam je in de kerstvakantie voor het eerst op tv met een hond en die heette Samson. Hallo, dag jongens en meisjes. Welkom hier op TV1. Het is vakantie. En... Geur, ja? Leuk dat ik tijdens een vakantie bij jou mag komen zitten. Ja, dat vind ik ook. Vind ik heel tof. Ja. En ik mag ook aankondigingen maken, hè Geert? Ja, dat heb ik ook horen vertellen. Ja. Het is goed, je bent echt zelf al heel hard aan het lachen. Ja, ja, nee, vooral met de collega's die daar zitten. Okay. Dat was jouw idee ook, om daar te gaan zitten met een hond? Dat is Danny Verbiste's schuld eigenlijk. Ah ja. Ja, wij waren op dat moment met Danny Verbiste andere dingen aan het ontwikkelen, kinderprogramma's. En hij was een poppenspeler. En dus was hij eigenlijk de aangewezen man om te vragen van Danny, bedenk eens iets wat we naast die omroepers kunnen zetten. En ja. Heeft dat gedaan. En dat is gebeurd. Een jaar later wordt dat een volwaardig eigen programma waar jullie tussen tekenfilms door allerlei avonturen beleefden in deze woonkamer. Geurt! Geurtje! Wat is er? Wat is er? Oh, Geurt, jij bent van de trap gevallen. Ja, ik weet het. Maar het is niks. Ik moest toch beneden zijn. Maar wat is er nu? Oh, Geurtje, ik riep jou omdat wij bijna moeten beginnen. Maar je moet je niet haasten, hoor. En dan komt er dat legendarisch gezicht ook, hè? Nou, dit weet ik nog heel goed, want ik denk dat we dat
100 keren opnieuw hebben moeten doen. Is dat? Maar ja, dat was allemaal nieuw. En de regisseur die die aflevering had gedaan, had niet zo heel veel ervaring in dat genre. Dus dat was even heel mooi. Maar ik was toen om 4 uur 's nachts thuis, na die eerste opname. Ja, oké, kijk. En ook het decor was nog nat. We hadden zo'n gordijntje waar we een kangaroo spaarrekening van de ASLK weggaven. En dat was nog nat en zo. Dus dat was echt, echt helemaal, een vreselijke dag. Oh ja, maar kijk, je bent erdoor gekomen. Ja, we nog. Hebben het gered. Ja. Jullie kregen ook heel veel brieven, kaarten, tekeningen. Massas, ja. Toch? Hè? Ja, dat was eigenlijk vanaf de eerste dag dat Samson op tv kwam, kwamen er postzakken met tekeningen en brieven. Ja. En van alles, knutselwerkjes. En op den duur waren er mensen die bouwden heel dat huis nou in een schoendoos. Of, dat was onwaarschijnlijk. Tot slot, jullie hebben de telefooncentrale van de BRT ook platgelegd. Ja, omdat wij natuurlijk op tv zijn bij een wedstrijd. En als je wil meespelen met de wedstrijd, dan draai je dit nummer. En dan gaan wij gewoon... Oh, er komt iemand. Er wordt geklopt. Ja. Kijk, ik heb een soort van coronaproof luie wijvenoplossing gekregen. Ah, maar daar heb ik hier lang op gebouwd. Ik moest dus altijd die deur open doen. Hè. Kijk, ja, ik moest kloppen, want dan belde het niet. Hier is hij. Evi Hansen. Ja, oei. Welkom. Hallo. Hey. Zet u. Het was toch wennen, zo'n mager applaus. Dat heeft niks met u te maken. Maar nee. Heel weinig volk. Ik neem het niet persoonlijk op. En wat is de link tussen Samson en Gert en Evi Hansen? Ja, het is begonnen met koor, het Samson-koor. Eerste kerstshow. De allereerste Samson en Gert kerstshow. Dat was een heel avontuur. Ik was toen in het achtergrondkoor en ballet ook. Ballet, als je dat ballet kunt noemen. Ja, en daarna heb ik een tijdje het nichtje van de burgemeester gespeeld, Sophie. Ja, wij moesten kloppen. Want de bel doet het niet. Hello, yeah! De headbangers, wow! Zie ik daar misschien een beetje donkere wolken in het blauw van je oog? Ten eerste zijn mijn ogen bruin. En ten tweede, ik heb nooit geweten dat ze het weerbericht gaven. Maar daar komt een staartje aan, dat laat ik zo niet, hè? Ja, maar hè. Maar, nonkeltje, eigenlijk is het mijn schuld. Dat was het dan weer. Over een uurtje zijn we terug met nog meer mopjes en een pak berichten. Tot straks. La la la. Je bent niet zo superveel veranderd, toch niet? Dank je wel, Siska. Heel lief dat je dat zegt. Ik het toch ook niet. Hè? Jij nog veel minder. Er was blijkbaar ook iets legendarisch gebeurd met Ann Petersen bij de Headbangers. Legendarisch, ja. Genant vooral. Ja, ik. Nee, het was een aflevering waar dat alle personages als headbanger verkleed waren. En mevrouw De Bolle was de drumster. Nu, zij was al wat ouder en ook al wat zwaarder. Dus zij moest dan op zo'n klein krukje gaan zitten en drummen. Want daar mocht jij het over nemen. Nee, en dan is ze van haar kruk gevallen, letterlijk. Dat was wel heel erg. Ja, dus dan lag ze daar ergens, zo meer benen op boven, achter het drumstel. Dus ja, we moeten ze rechttrekken. En met het feit dat ze zelf heel veel kracht moest zetten om recht te komen... Ja, was er een kleine ontsnapping eigenlijk. Ja, ik bedoel, niet echt een enorme wind, maar echt zo... Ja, echt, wij dachten, maar ja, dat is... En allee, iedereen deed of dat... Nee, ik ben gewoon lopen, ik ben achter dat merken gaan staan. Wij hebben, ja, het heeft een half uur stilgelegen. Dat was de grote Ann Petersen die ons een decor volledig... Allee, ja. Had weggeblazen. Weggeblazen maar, volgens mij is dat niet echt benoemd. Dat iedereen daarom was aan het Nee, want zij dacht ook, niemand deed dat gewoon. Maar we hebben daarna alles moeten herbehangen. En alles. Nee, dat is niet waar. Nee. Maar dat klinkt zo oneerbiedig, omdat dat zo'n grote actrice was. Ja. Maar ja, dat is een tof verhaal. Jij was het nichtje van de burgemeester, je was een populair personage. Heel veel jongens waren ook verliefd op jou. Hè? Ja, maar dat had ik pas achteraf door. Want die jongens die waren natuurlijk... Ik was 16, dus die waren 10 jaar jonger. Ik heb ook wel wat mannelijke collega's. Niels de Stadsbader is daar een voorbeeld van. Ja. Die heeft me dat jaren later toegegeven. Hij werd echt mijn eerste crush. En dat hoor ik vaak... dat ik nu, ja, dat ik de jongens hun eerste crush was, omdat ik op tv kwam. Wat een mooie verhalen. Evi Hansen, super merci om naar hier te komen. Dank je wel. Terwijl Evi in Samson en Gert speelde, zaten op zondagmorgen in heel Vlaanderen 100.000 kinderen. Elke week trouwe post in hun Samson-pyjamaatje of onder hun Samson-dekentje voor de televisie. En wij stuurden 30 jaar later enkele van die kindjes naar een tentoonstelling met allemaal Samson-spulletjes in het Speelgoedmuseum van Mechelen. Tada. Is dat wat je bedoelde? Ja, ik vind dat een klein beetje eng. Heeft hij zo'n lang gezicht? En wel heel korte armen wel. Dat niet te doen wat je allemaal had.
Ik denk dat dat toch een van de bekendste foto's was. Ja, dat is de foto. Maar Gert is ook al oud geworden. Ik bedoel dat hij er jong is. Hoe oud is die? 50? Hij zit hier even mee, nee, die zal 55 zijn, Gert Verhulst. Oh, madame Janine, die mis ik nu echt. Hè? Ja. En de helft van meneer Spaghetti is ook al weg. Alleen zo verdwijnen ze één voor één. Hè? Die gele, die groene, die hadden wij allemaal aan mij. Ik denk dat we deze hadden. Hier, en ken je dat? Daar? Daar. Komen alles aan. Dat is de max. Ja, ik zet gewoon altijd in de noten die muziek op. Als ik een uur moet rijden en de kinderen zitten van achter, dan is de kids playlist en dan brullen wij mee allemaal. Ja, dat is die kennen het ook rats van buiten. Ja. Dat wij dat kennen en zij ook. En dat zo samen. En dan doe ik de eerste stem en zij de tweede stem. En dan, zeg jij Samson dan? Wat zeg je? Wat zeg je? Gertje, dat is geen probleem. Of zeg je? Lastige Gertje! Lastige Gertje! Hier is Zoal de Pier. Nee, Samson, Zoal de Mier. Ja. Daar heb ik u graag geweest. Ja? Ja, ik had ooit Samson willen zijn. Hé. Hey. Waar is de tijd? Ik voel mij ineens zo oud. We waren met 5 thuis. En ik denk dat mijn ouders wel content waren dat Samson en Gert bestond. Maar dan konden die inderdaad nog wel, wel verder slapen. Wij met 5 voor de tv en naar Samson en Gert kijken. Dat was een stuk van de familie ondertussen. Hè. Dat is wel waar dat een evidentie was dat dat normaal was dat die in uw leven waren. Ja. Super normaal. Samson en Gert, overal. Punt. Ja, je kon er niet langs. Nee. Dat was ook zo het toppunt van de week. Met boterhammetjes met choco voor Samson en Gert. Dat waren al die kerstshows. Daar stonden dan de songteksten in. Hè? Dat je kon meezingen. Zo. Ik heb er 6 gezien, denk ik. 96, 97, 98, 99, 2000. 5. Ik heb er 5 gezien. Jij bent wel de grootste fan. Ja, het schijnt. Het schijnt. Zou er ergens in Vlaanderen één iemand zijn die, als je zegt ik moest kloppen, niet denkt, want de bel doet het niet? Nee. Ik denk echt dat werkelijk iedereen... Dat kind. Die liedjes zitten s'nachts soms nog in mijn kop. Oh. Echt waar. S'nachts? Ja, gewoon, dan denk ik ineens zo... Ja, ineens denk ik aan een liedje en dan is dat heel de nacht in mijn bed. We zijn bij de brandweer. Ik wil slapen. Oh, straf, hè? Ja, ik heb vooral onthouden dat Conor Rousseau denkt dat ik 55 ben al. Dus dat is nog binnen 3 jaar pas. Ja, maar dat is natuurlijk, dat zijn belangrijke mensen wel, die wel naar jou opkijken. Ja, dat is wel confronterend. Je denkt dat die mensen al redelijk oud zijn, maar dat die dan toch met ons zijn opgegroeid. Ja. Dat is wel confronterend, ja. Beseften jullie dat op dat moment, dat jullie eigenlijk een hele generatie beïnvloeden of inspireerden wel? Oh. Je zit daar niet mee bezig op dat moment. Hè. Ik weet nog dat we hier soms zaten, helemaal in het begin. En we zeiden, allee, hoe lang gaan we dat eigenlijk doen? Stel je voor dat wij hier binnen 20 jaar nog zitten. Ja. En ja, we zaten er 20 jaar later nog. Hè, want het heeft echt wel zo lang geduurd. Dus wij waren daar niet mee bezig. Wij beseften niet eigenlijk hoe lang dat zou duren. Hè. Nee, we hebben een paar van de hoofdacteurs van Samson geïnterviewd. En die waren in ieder geval nog onder de indruk van de impact die Samson had en nog altijd heeft. Je kunt eigenlijk nooit voorspellen, ja, gaat dat nu een groot succes zijn? Gaat dat al die jaren stand houden? Dat weet je niet. Ik had nooit kunnen denken wat Samson in Vlaanderen teweeg zou brengen. Je zag toen al de reacties die er kwamen. Brieven die binnenkwamen, tekeningen die binnenkwamen. Kinderen die in totale bewondering gingen. Ouders die het fantastisch vonden. Daaraan kon je wel voelen, dit gaat potten breken. Maar dat ging dan zo snel dat we het eigenlijk, ik toch niet, nooit echt hebben beseft wat we hebben betekend. Ik herinner me die allereerste keer dat ik in een kerstshow opkom en wow, dat publiek dat reageerde. Dat was een overweldigende reactie. Ook als je daarvan voorstelt, die herkenbaarheid van die figuren is overweldigend. Hè? Heel die zaal die ineens zegt, ten eerste, het is Alberto. Boah, dat komt zo 2000 man die dat schreeuwend roept. Dat is, wow, jongen, dat heeft nogal een impact, dat programma. Dat was eigenlijk, dat was Thorout Werchter, Pannen voor Kinderen en Indoor. Wat dat was het eigenlijk. Gekke werk. Ik heb nooit van mijn leven gedacht dat dat voor zoveel mensen zoveel zou betekenen. En eigenlijk de eerste keer dat ik me dat realiseerde was 2, 3 jaar geleden in het Sportpaleis. Rechtstreeks uit uw jeugd, Samson en Gert. Waarop dat hoeveel, 15 of 20.000 mensen en masse al die liedjes meezongen. En dan heb ik gedacht, ik heb in een monument gestaan.
Weet je, die technieker die daar stond, hè, die zei, weet je, dat er meer lawaai is dan vorige week het optreden van Metallica. Was dat voor jou ook een hoogtepunt, dat sportpaleis? Ja, absoluut. Ja? Ja. Dan hebben wij allemaal tegen elkaar gezegd, wat is dat is hier? Dat is iets wat je ene keer in je leven meemaakt en nooit meer. Nee. Dat is onwaarschijnlijk. Toch teken dat je dat nooit echt beseft hebt, tot dan wel, wat jullie veroorzaakt. Oh ja, maar daar wordt het ineens een realiteit. Hè. Je kunt denken van, oh, we hebben wel iets betekend voor mensen, maar dan staat het daar, die zaal zit vol en die mensen breken dat kot af. Ja. En dan, dat is voor ons allemaal een moment geweest dat wij echt hebben gedacht van, wauw. Ik denk voor ons allemaal een van de mooiste momenten van ons carrière, denk ik. Echt waar? Oh, er wordt geklopt. Ja, duwen. Duwen, ja. Snel. Ik moest kloppen, want de bel doet het. Ja, maar dat is goed. Manneke. Niels de Stadsbader, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hey, welkom. Dan toch een mager applaus, toch? Ja, alsjeblieft. Ja. Dag Niels. Dag Siska, dag Gert. Niels, jij bent ook een grote fan van Samson en Gert, hè? Nog altijd. Nog altijd. Hoe uit dat of uitte zich dat bij jou? Goh, ja, ik denk dat ik alle afleveringen heb gezien. Maar ik ging daar ook echt in op. Ik herinner me bijvoorbeeld dat er een aflevering was dat de burgemeester de gemeente zou verlaten, want hij kon burgemeester worden van de stad. Ja? Ja, dat was doodgaan. Oei. Dat je denkt, doe dat nu toch niet, je hebt al die vrienden. Denk daar even over na. Zo, dat soort dingen. Ook de frustratie met je eigen hond. Dat hij niet kon babbelen. Dat was ook. En dat waren allemaal je hebt veel van die emoties dingen. Gekregen bij heel veel emoties. Heel veel emoties zijn omhoog gegaan. Ja, maar dan niet alleen. Het gaat zelfs nog verder. Ik heb ooit mijn relatie op het spel gezet. Meer nog, er heeft mij ooit een meisje verlaten omdat ik, geloof het of niet, naar Samson en Gert keek. Hoe dat? Maar dat begrijp ik. Dat snap ik. Nee, ik was een jaar of 13 en het gaat om 10. We waren toen een koppeltje. En mijn papa is kinesist. Ja. Nu, ons ouderlijk huis en zijn kinesietherapie-ding hangt aan elkaar vast. En ja, goed, zij was daar patiënt en hij zegt van, weet je wat, ga even naar Niels om hem te verrassen, dat gaat hem tof vinden. En ik zat op die moment naar Samson en Gert te kijken. Want natuurlijk, als je 13 jaar bent, niet supercool is op die moment. Ja. Maar wat gebeurt er? De volgende dag ga ik naar school. Ik kom op de speelplaats en iedereen zo, wat is er nieuws? Is er een probleem? Dat was dat dingen. Zat dat dus verteld aan heel de school, met als gevolg dat ze toen heeft uitgemaakt. Maar nee. Als ze nu zitten kijken, dan zal ze nog al die spijt hebben. En dat hier zit hem schatrijk en een schitterende carrière en alles. Ja, en nu zit je daar. Maar we komen wel nog overeen. Ja, ja, ja. We kennen elkaar nog steeds. Okay. Jij bent zelf een gevierd zanger, natuurlijk. Ja, maar het is waar, daar kun je niks tegen inbrengen. Nee, ik lees dat hier gewoon af. Dat kwam niet uit uw hart eigenlijk, Suzanne. Wat is jouw favoriet Samson en Gert nummer? Er zijn er zoveel, maar alles bij elkaar. De muziek, de clip, wij willen voetballen. Echt waar? Ja, omdat ik had twee grote liefdes. De twee dingen waarmee ik ben opgegroeid, dat waren dus Samson en Gert en FC De Kampioenen. Ah, ja. En dat was in één. Ja, dat was echt... Ah, ja, andere waren kampioenen, figuren die in de clip zaten. Okay, oei. Oh, sorry. Ik denk dat dat voor mij zou kunnen zijn. Zou dat voor jou kunnen zijn? Denk het wel. Kijken. Ah! Ik moest kloppen, want de bel ja, ah, dag iedereen. Dag allemaal. Dag Gert. Als we met een bureau vervangen door een piano. Ja, absoluut. Dat is fantastisch. Absoluut. Ja, want Gert, wij hebben een klein cadeautje voor je. Allee, top. Elke zondagmorgen met z'n allen uit ons bed. Want elk kind hier in Vlaanderen had zijn wekker dan gezet. De mama's en de papa's, die keken haast nooit mee. Zij hielden meer van smurfen dan dat hondje op tv. Gert, mijn hartje brandt weer. Gert, mijn hartje brandt weer. Als ik denk aan zondag 9 uur. Gert, mijn hartje brandt weer. Gert, mijn hartje brandt weer. Bedankt voor alles, voor elk avontuur. En ook al ben ik 10 door jullie voorgoed kwijt. Als ze zitten kijken, 10, ik heb totaal geen spijt. Want Gertje en zijn Samson, Albert, mevrouw Pralien, Octaaf de burgemeester, ik heb jullie graag gezien. Gert, mijn hartje brandt weer. Gert, mijn hartje brandt weer. Als ik denk aan zondag 9 uur.
Gert, mijn hartje brandt weer. Gert, mijn hartje brandt weer. Bedankt voor alles, voor elk avontuur. Elke zondagmorgen lig ik voortaan in bed. Tot 11 uur met een kater, want dat hondje zonder Gert, daar moet ik toch aan wennen, want jij zit in ons hart. Wat jij voor ons gedaan hebt, dat maakt je heel apart. Gert, mijn hartje brandt weer. Gert, mijn handje brandt weer. Als ik denk aan zondag 9 uur. Gert, mijn hartje brandt weer. Gert, mijn hartje brandt weer. Bedankt voor alles, voor elk avontuur. Gert, bedankt voor alles, voor elk avontuur. En dat is geweldig. Heeft hij jouw hartje veroverd? En vooral dat van de, tot 11 uur, de zondag met een kater in bed liggen, dat herken ik ook heel erg. Wat mooi. Wat een mooie verhalen hier op zaterdagavond. Dank je wel, Wils en Niels. Dank je wel, Sophie. Jullie hebben al die jaren keihard gewerkt aan Samson en Gert. Al die afleveringen, al die kerstshows ook, soms 3 tot 4 op een dag. En naar het schijnt is er maar 1 manier om dat vol te houden. En dat is heel veel lachen en plagen. Octave de Bolle die zonder snor opkomt. Dus die natte Octave de Bolle gaat af, doet zijn snor af. Hij zit te babbelen en zegt: Walter, het is aan u. Ah ja, het is aan mij. Die komt op, is vergeten zijn snor op te plakken. Ah, ja, een scheerbeurt gehad, Octave. Ja, wat? Een scheerbeurt? Oh, dat zit terug af. Echt beste hebben we nooit gedaan, maar wel elkaar een loer proberen te draaien of een zin anders zeggen als dat, dat het stopwoord wijzigt of dat... Ja, dat wel. Maar dat is ook waarom dat we het zo lang volgehouden hebben, dat we ons amuseerden. Ik herinner mij ook, dat was dan ook weer met Koen Krukke toen hij nog heel dik was. Was er eens een Samson-show waarbij hij in een auto moest plaatsnemen. En ik moest daar komen mee opgereden. Ik was er heel bang van, want zo op een scène komen gereden. Als die in een rem niet goed gaat, ja, dan ligt de zaal binnen. Hè. En ik had altijd een trak om er iedere keer mee op te komen en er zo rap mogelijk uit te kunnen. Balen en ik, Walter Balen, hadden die deuren vastgedaan. En hij was gewoon elke vertoning van langs die deur. Dat was het makkelijkste om... Maar hij raakte daar ook niet af. Koen Krukke moest dan over die deur kruipen met zijn volle gewicht. En dan lachte ze zeer rot natuurlijk. Hè. Dat is toch om je te rollen van het lachen. Maar je moet dat meemaken. Je moet daar dan van in die zaal zien. Waarschijnlijk denken, waarom komt hij nu niet uit die auto? En waarom duurt dat zo lang? En waarom zit hij zichzelf uit te lachen? Er is geen enkele set waar zo hard gelachen is geweest als bij Samson en Gert. Ja. Was dat echt het geheim om het vol te houden? Gewoon ik denk het wel, ja, ja, ja. Maar we zien elkaar allemaal graag, maar iedereen is hier ook. Dus wij hebben echt heel, heel veel gelachen. Ik denk dat er nergens anders zoveel gelachen is als bij ons. Nee, ja. Echt waar. Als Koen opkomt bijvoorbeeld, en ik zeg maar potverdorie, die heeft zijn pantoffels nog aan. Want in de pauze tussen 2 shows, dan deed hij zijn schoenen van Albert. Ik zeg maar, maar dat zijn van die dingen, dat lekt heel stom. Ja. En ik zeg maar, Albert, wat heb je nu aan je voeten? En Koen kan zo snel niet op het woord pantoffels komen en zegt: ja, ik heb mijn sletsen nog aan. Ik zeg, mijn sletsen? Ja, in ons broek gepiest van het lachen. Dat is stom, ik weet het, dat stelt niks voor, maar dat zijn de dingen waar ik heel hard mee moet lachen. Het is niet dat je... Oh! Hola. Maar het is dit nu toch een verrassing weer al. Is te later op de avond een schoner volk, of niet? Ja, no. Oh, nee, dus. Ik moet schoppen, want de bel doet het niet. De bel doet het niet. Ik moet schoppen, want de bel doet het niet. De bel doet het niet. Je kunt er wel op drukken, maar dan komt er geen geluid. Je kunt er wel op drukken, maar je hoort geen fluit. Ik moet schoppen, en dat snap je zeker wel. Want hij doet het niet, die bel. Gert, ik zie je kijken, van allee, James Cook, in godsnaam. Ik moet er al 12 weken op mijn boot zitten. Maar ik heb schoonvolk uitgenodigd, Gert. Jawel, Nora Gariep. Wow, wow. En Danira Boekies. Hola. We gaan dansen. In de disco. Oh, oh, oh. Gaan we dansen. Oh, oh, oh. Gaan we swingen. Gaan we op de tafel springen in de disco. Oh, oh, oh. In de disco. Oh, oh, oh. Gaan we dansen.
laatste die hebben thuisgelaten. Maar zijn dochter is hier wel. Dames en heren, Julie Vermeijden. Met de jeep. Dat is een kist vol met geld. Heb je ooit al zoveel geld gezien? In de portefeuille van Gert? Hmm. Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld opdoen. Ik kocht liters limonade, 100 kilo chocolade om aan iedereen uit te delen. Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld opdoen. Ik zou een kermis laten maken en ik schreef het van de daken. Kom maar allemaal met me spelen. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Hey, hey. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Een drumstel, een trompet en een piano en een stem. Er zit meer in een liedje dan je denkt. Samen op de motto. Samen op de motto. We gaan omhoog, we gaan omlaag. We rijden vlug, we rijden samen op de motto. Zijn jullie al een beetje opgewarmd? Als je toch maar rijdt, want we gaan eraan beginnen, Gert. En links. En rechts. En duw. En om. Hier gaan we. 1, 2, 3, 4, hup naar achter, hup naar voor. 1, 2, 3, 4, even rust en dan weer door. 1, 2, 3, 4, links en rechts en spijt en sluit. 1, 2, 3, 4, adem in en adem uit. Gert, er zijn een aantal mensen die je graag nog een boodschap willen meegeven. SOS, boodschap in een fles. 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 Hi Gert, dit is mijn boodschap in een fles voor jou. Bedankt voor alle mooie momenten. Ik heb er als kind enorm van genoten. En verder wil ik natuurlijk maar één ding en dat is... Je kunt het echt niet raden. Voetballen. Wij willen voetballen. Wij willen voetballen. Ik word zeker de held van het voetbalveld. Wij willen voetballen. In het kasteel van koning Samson staat een mandje op de troon. Katten en kat die dan kwam. Ja, ah. Wauw. Hey.
Nee, maar je op canvas voor... of... Ja. Vond je het leuk? Ik vond het fantastisch, ja. Ja, we hebben nooit zoveel schoon volk in één keer over de vloer gehad hier. Nee, allemaal. Ja, nee, gezien ze zitten daar. Ik bedoel, ja, dat was zo ongeveer het niveau van wat hier over de vloer kwam. Dus, ja. Kijk, het kan alleen maar omhoog gaan, natuurlijk. Het is geen toeval dat Victor binnenkomt tijdens het kasteel van koning Samson met die foto. Die clip is opgenomen toen hij blijkbaar piepklein was. Ah, dat zou kunnen. Dat was ook de mooiste zomer van je leven, want ik was toen... net op aarde gebracht. Dus, Net op aarde gebracht? Ja, door een ooievaar. Ja, we dachten nog, pak hem terug mee. Maar ja, te laat. Het beest was al weg. Ja, dat was hij. Nee. We waren heel blij met Victor. Natuurlijk. Een wolk van een baby. Dat is het juiste woord. Een wolk van een baby. Een boom van een vent ondertussen. Ja. Ja. Victor, ja, dank je, Siska. Alsjeblieft. Als een compliment. Zeker en vast. Opnemen. Zeker en vast. Jij bent opgegroeid met Samson. Ja, dat die klopt. Hond is altijd in jouw leven geweest. Samson is ouder dan dat ik ben, dus... ik heb nooit anders geweten dan dat die pratende hond in mijn leven was. Ja. Was er een verschil tussen jouw papa Gert en Gert van Samson en Gert? Nee, die was juist hetzelfde tijd als het even. Allee, Siska. Ik vraag het niet aan u. Nee, het is goed, maar dat zijn van die vragen eigenlijk. Ja, allee, ja. Nee, maar dat kan toch wel dat je denkt van ja, maar nu is papa aan het werken en nu is papa thuis. Nee, wat er wel was, op tv was hij altijd vrolijk en opgewekt. En ik kwam hem thuis en dan de Norse huisvader. Ja, nou. Nee, dat was wel zo, want hij was kapot altijd. Als kind waren jij vaak een beetje... ja. Dat is in de loop der jaren wel veranderd, maar toen als beetje prikkelbaar was, misschien. Prikkelbaar, ja. Een kort lontje. Jij schrijft ondertussen zelf scenario's, onder andere voor de kerstshow en voor Samson en Marie. Jij zegt van jezelf ook dat je de grootste fan aller tijden bent van Samson en Gert. Ja, ik ben ook echt een grote fan. Dus ook nu, ik kijk nog regelmatig afleveringen en zo. En van vroeger ook? Van vroeger ook, ja. Ja? Heb je een favoriete aflevering? Maar hoe ouder, hoe beter voor mij. Echt waar? Ja, vooral... Alberto is daar in die oude... Ik begin al te lachen. Als hij nog een beetje gezitter was. Het is een scène met de telefoon. En als hij die vertelt, dan moet hij nog altijd lachen. Ja. Dus stop. Dus Alberto wil zijn eigen verstoppen. Maar ja, hij zit daar in zijn kapsalon. En een burgemeester belt naar het kapsalon om te horen of Alberto thuis is. Dus in de telefoon gaat. Eerst zo. Oh, zo bellen. Oh, wat nu? Ja. Hier is niemand. En de burgemeester zo. Oh, Vermeers is niet thuis. Zo stoemer. Zo goed, ja. Ja, wij lachen wat af, trouwens. Ik merk het. Ik heb ook al veel moeten lachen. Maar dus, grote fans. Jij zegt dat je de grootste fan bent. Jij hebt het natuurlijk allemaal gemaakt. We gaan even testen wie van jullie het meest weet over die 30 jaar Samson en Gert. Tijd voor het grote Samson-quizspel. Jullie hebben allebei een knop. Misschien mag je die om de beurt even proberen, om te zien of hij werkt. Mossie. Nee. Prachtig. Ja, wauw. Ja. Kerkje! Zeer goed. Kijk, de regels zijn heel simpel. Wie als eerste afdrukt, mag antwoorden. Als je een fout antwoord geeft, gaat het punt sowieso naar de tegenstander. Jullie worden eigenlijk in punten beloond met official Samson en Gert merchandise. Ja, ja. Wie het meeste spulletjes heeft op het einde, die wint een slagroomtaart en een envelop met pikante foto's van Marlijneke. Oké, de vragen worden niet gesteld door mij. Ik heb daar personeel voor. De eerste vraag wordt gesteld door Stef Bos. Samson. Het is een heel ondeugende, maar lieve hond. Samson. Ja, die Samson. Gert Verhulst vroeg mij meer dan 30 jaar geleden... Stef, we gaan iets doen met een hond op televisie. Kun jij niet het liedje schrijven waarmee het programma begint? Vervolgens zei hij, kun je ook niet meespelen, je hebt toch toneelschool gedaan? En daar stond ik, als buurman. Meneer Mengelmoes, Sokomoes, ik heb allerlei namen gehad. Het heeft kort geduurd, maar ik vond het te gek om te doen. En ik was ervoor verantwoordelijk dat die bel stuk was. Ik had die bel stuk gemaakt, waardoor ik binnen moest komen met de Shakespeareaanse historische zin. Ik moest kloppen, want de bel die doet het niet. Nou is de vraag, om welke bel gaat het? Jullie gaan er drie zien. De welke is het? Is het dit model van 499? Is het dit? Dat gaat snel. Een die. Is het deze? Ik weet eigenlijk niet of ik al mocht drukken, maar van mij mocht, gewoon voor. Van mij mocht je wel. Heel snel, zeer goed. We zullen even kijken naar het correcte antwoord. Kijk, meneer. Dit is de bel, alsjeblieft. Dit is de bel. Oh, ze ging nog een beetje. Een beetje. Ik ken dat apparaatje. Ik kan dat 1, 2, 3 repareren. Zeg, dat is goed. Let op. De vlugge, Gert. Oh, hier. 1. Ja.
Let op, hè. 2, 3. Zeg, maar, is dat de echte bel of wat? Ja, dat is ze. Maar jongen, waar heb je die gevonden? Ja, dat is dus toch... Ben ik heel lang naar op zoek geweest. Dat kan ik geloven. Maar ik heb al mijn tijd erin gestopt en je mag ze meenemen naar huis. Ah, graag. Ja, ja, nou, absoluut. Even staan. Je mag ze straks meenemen. Je krijgt alles. Je krijgt alles hier. Alles, ja, maar ik moet niet alles hebben, maar de bel wil ik wel. Kies wat je wilt. Jij krijgt al deze fles Samson-bubbels. Oh, de schoonste prijs. Mooie prijs, Siska, dank u. Alsjeblieft. Ik heb een tweede vraag en die wordt gesteld door een lief straathondje uit mijn buurt, Peter van de Veire. Hallo! Ik ben een klein ondeugende, maar vooral lieve hond. Maar vandaag kwispelt mijn staartje van voor naar achter, van links naar rechts, omdat ik eindelijk een vraag mag stellen aan Gertje Verhoost. De showbizwereld is een hondenstiel. En ook al is het geen weer om een hond door te jagen, dan moet je er staan, ook al heb je soms een belachelijk pakje aan. Maar de vraag is, welk pakje heeft Gertje Verhoost nooit aangehad in zijn carrière? Aha. Oef! Antwoord A. Hij was nooit een politieagent. Hij was nooit verkleed als Chinees. Antwoord C. Hij was nooit als een gevaarlijk virus verkleed. Of antwoord D. Hij was nooit verkleed als een viroloog met een lange baard. Mossig, hè? Victor, zo snel dat je bent. Ja, ik denk A. Nooit als een politieagent. Ja. Oké, we gaan kijken naar wat verkleedpartijtjes. Zeg, hé. Hey, wat vinden jullie hiervan? Ja, laat maar. Hi! Pointje ping ping. Als je straks op de Noordpool bent, dan zul je die kleren goed kunnen gebruiken. Ja, ik heb gewonnen! Hi! Hi! Toch wel een Chinees, een politieagent, een viroloog met een lange baard, maar geen gevaarlijk virus. Ja, maar er is een aflevering dat de figuren als virus verkleed zijn. Nee, dat waren... Nee, ik weet het, maar... Ja. Het leek daarop en ik dacht dat dat een strikvraag was. Ik zocht het te ver. Ja. Te veel uitleg. Dus de prijs gaat naar Gert. Wauw, ook een prachtig eigen gezicht. Een masker van uzelf. Prachtig. Het is goed. We hebben nog een derde vraag. Ja. En die wordt gesteld door de echte man achter Octave de Bolle. Dat is Walter van de Velde. Ik heb mijn debardeur al een tijdje aan de haak gehangen. Maar ik herinner mij nog wel heel veel leuke en plezante momenten met de opnames van Samson. We hebben heel veel meegemaakt. Ik heb Victor en Marie weten geboren worden. Want dat is nu toevallig een van Gert zijn specialiteiten. Dat is kinderen maken. Mijn Miranda zegt dat ook altijd. Pa, zegt ze, zoals jij, zoals Gert, kinderen kan maken. Ja, zo maakt hij kinderen, hè. Maar weten jullie hoeveel kinderen mevrouw de Bolle heeft? Je mag afdrukken. Amai, het blijft lang stil. Ja. Dat is een moeilijke vraag, precies. Gertje! 2, denk ik. Denk je 2? Ik denk 2. Ik denk dat Octave nog ergens zo'n verloren zuster heeft of zoiets. Of een, maar ik ben niet zeker. Ik moet eerlijk zeggen, in die 20 jaar veranderde dat wel eens de personages. Dus. Oké, een soort van soap natuurlijk ook. We kijken gewoon naar het antwoord. Dat zal Octave zijn. Ja. Ah, wij moesten kloppen. Want de bel doet het niet. Ja, goed. Wat, dag meneer de Raaf. En dag jongetje waarvan ik de naam niet ken. Dat is Pieter. Dat is de zoon van mijn zus Odile. Ah, voilà. Inderdaad, een zus. Dat is het enige wat we daar ooit van hebben gehoord. Straf. Ja, het zegt me niks, die bel. Ik weet niet dat ik ermee heb meegespeeld. Nee. Jij was het, hè? Ja, hetzelfde. Nee, maar het is... Maar was dat wel een dochter of een zoon van mevrouw Janine? Ja, hij zegt zus, hè. Hij zegt niet half zus, stief zus. Ah, voilà. Nee, je hebt een punt. Ja. Dank je. Nee, ik heb geen punt. Wel. Jij hebt een punt. Ik heb ook een punt. Ja, je hebt wel een punt. Je krijgt een Samson Smulbox uit 1999. Zit er ook nog een curryworst uit 1999 in, of niet? Inderdaad, mag je in je autootje openmaken straks. Joepie. Zeker en vast. We zijn aan de laatste spannend vraag. Nog, maar spannend. We blijven even binnen de familie. Mossig. Maar dat is wel zo heel lang geleden dat ik hier nog ben geweest, toch? In het huisje van Gertje. Ja, je woonde hier met Gertje, hè? Maar vanavond kom je toch met mij mee naar huis? Ja, natuurlijk. Want jouw spaghetti, hè, is veel lekkerder zo. Ah. Zeg. Ja. Eigenlijk, hè, is dat hier best een sober huis, hè, voor de hoeveelheid merchandise die jullie verkocht hebben. Oh ja? Maar wat is dat zo, augurk met kaas? Nee, Samson, merchandise. Ja. Dat zijn allemaal spulletjes met jouw hoofd op en het hoofd van Gert. En die spulletjes,
Die kan je dan verkopen. Ah. Maar dat heeft Gerkje me nooit verteld. Zo. Nee, dat begrijp ik wel. Nee. Maar welke merchandise is er eigenlijk nooit verkocht geweest? Aha. Het is weer een meerkeuzevraag. Is dat A, Samson brood? Is dat B, Samson bier? Is dat C, Samson muurverf? Is dat Samson veters? Of Samson appelsine? Gerkje! Jammer genoeg, Samson bier. Samson bier? Ja. Niet? Nee, want dat zou heel veel bijval hebben gekregen bij de kaas, denk ik. Ja. Kijk, dit was de Samson verf. Het is gewoon een doos, hè? Ja, ja. Samson veters, om je veters te leren strikken. Samson appelsine waren er ook. Samson, ja, het Samson brood. Ja. Maar inderdaad, het Samson bier. Er bestaat wel Samson bier. Maar dat is niet van ons. Dat heeft niks met jullie te maken. We hebben het ziet er wel goed uit. Rechtstreeks uit Tsjechië laten overvliegen. Wauw. Echt waar. Okay. Allemaal voor jouw show, hè? Goh. Maar kijk, jij krijgt dus nog een laatste punt. En dat is... Shampoo? Ja, zeep. Is net op tijd. Een hygiënische indruk is nooit verkeerd. Voilà. Dus dat is voor jou. Ja, Victor. Ja, ik kan toch moeilijk mijn vader laten verliezen in zijn eigen show. Dat zou een beetje zielig zijn. Dus. Het is eigenlijk liefdadigheid. En ik weet ook hoe dol hij is op slagroomtaarten. Dus, voilà. Het is wel lief. Nee, ik moet mijn meerdere herkennen. Ja. Dat is mooi. Je bent een goeie, geen schande, hè? Een goeie, klein beetje wel, hè? Als je zegt dat je de grootste fan bent. Allee, dat is een klein beetje pijnlijk. Beetje wel, ja. Ja, de grootste fan is niet per se de grootste kenner ook. Nee. Dat is nu duidelijk geworden. Maar je moet je kak nu niet intrekken, ook niet, Victor? Enfin. Gert, je bent een winnaar. Sowieso, je wint een slagroomtaart en een envelop met pikante foto's van Marlijneke. Victor, heel erg bedankt om tot hier te komen. Merci. Voorzichtig buiten. Ja, het is koud. Hè. Ja. We hebben het al een paar keer gehad over de vaste cast, maar er zijn ook een heleboel gastacteurs de revue gepasseerd. Kom binnen natuurlijk. Van Kudel. Dag Mark van Lombeek. Ik ken u even van tv. Mark Uitroeven, aangenaam. Dag Isabel. Hoe is het ermee? Hallo. Ja, ik moest kloppen, want de bel deed het niet. Kom, geef je jas maar hier. Ja, alstublieft. Dank u. Amai, zeg, dat is hier klein. Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Martin Tangen. Oh, dat zijn de radio's. Maar nee, dat zijn Bart en Robert en Ronnie. Hallo. Ik moest kloppen, want de bel die doet het niet meer. Zeg, amai, wat een charmante jongen. Als Jasmin hier niet is, dan kunnen wij dat niet doen. Hè. En nu? Happy birthday to you. Happy... Oh. Hey, Albert, heb jij nog... Wat kom jij hier doen? Ik ben Klaartje en ik ben deze morgen mijn hamstertje verloren. Die laatste is een piepjonge Clara Kleijmans. Ja. Ja. Ah ja, haar vader is jarenlang de orkestleider bij ons geweest. En heeft twee onwaarschijnlijk talentvolle kinderen, Jellen en Klara natuurlijk. En zij was toen 4 of 5 jaar, denk ik. Ja. Er zijn niet alleen heel veel mensen gepasseerd, maar er zijn ook heel veel dieren langsgekomen. Och, ja. Ja, wij moesten kloppen, want de bel doet het niet. Hier zijn we. Nadia, blijven liggen. Kijk eens, hier is Blackie. Ik riep haar naam en ze kwam meteen naar me toe. Kom, prulletje. Je bent toch niet bang, hoop ik? Bang? Nee, natuurlijk niet. Kijk, zie Samson, dat is nu een echte kameel. Maar ik vraag me wel af wat hij hier eigenlijk uitspookt. Is dat een paard? Maar dat is geen grote. Maar toch? Hij denkt zeker dat ik zijn papa ben. Ja. Wow, Gertje. Die zweetbra is er nu. We zijn op de vlucht voor een krokodil. Voor een krokodil? Ja, voor een krokodil. Daar. Halt! Een krokodil! Het lijkt me moedig. Ja, dat was soms ook een beetje gevaarlijk. Hè? We hebben een beer gehad die de keukenkassen helemaal kapot heeft gemaakt. Dan hebben we met een tijger ook opnames gedaan. En die moest in het gemeentehuis uit zijn kooi kruipen. In een leeg gemeentehuis. Dus de studio was volledig ontruimd. En alleen die tijger stond in de gang in het gemeentehuis. De camera's waren onbemand, dus iedereen was weg. Ja. Alleen hadden we Koen Krukken niet ingelicht. En die kwam iets later de studio binnen. En wij stonden allemaal in de green room te kijken naar dat scherm totdat die een tijger uit dat kot zou komen. En ineens horen wij... Loetjes, waar zijn jullie dan allemaal? Kan niet. Dus Koen Krukken stond daar moederziel alleen met een tijger in de studio. En
Maar gelukkig heeft dat beest hem niet opgegeten. Hij had hier niet gezeten, natuurlijk. Hè. Nee. Die krokodil ook, die heeft hier op dat tafeltje gelegen. Want ik moest dus een telefoon opnemen en die krokodil die zat er juist naast. Dat was keispannend allemaal. Amai, het zal wel. Dat zijn helden, Siska. Ja, maar ik weet het. Daarom zit jij hier ook. Hè. Daarom is de show hier allemaal voor jou. Hè. En de naap, die naap, die zat boven in het licht. En die kwam niet meer naar beneden. Dat hebben we ook gehad. Oh, maar alleen, ook, ja. Een soort van gouden televisiewet dat je niet werkt. Dat is dat baby's, bejaarden en beesten. Nee, maar ja, wij moesten 2 verhalen per week verzinnen elke keer. En ja, op den duur, dan weet het niet meer. Dan zullen we iets met een aap doen. En, dan, en dat kon allemaal. Ja, maar die aap vond dat geweldig. Hè? Ja. En die man die erbij was, dus die aap liep weg. En die man die erbij was, zei, pak hem bij zijn staart. Zeg, wat? Pak hem bij zijn staart. Wij moesten van die mensen aan die aap zijn staart gaan trekken. Zo. Ik zeg, maar dat gaan we niet doen. Dus dat waren andere tijden. Ja, 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 toch, ja. Dat is leuk. De jaren 90. De echte chemie zat toch, denk ik wel, dat we dat mogen zeggen, in de vaste kast. Alberto van Leemhuizen, de burgemeester. Wat is volgens jou het geheim van die personages? De vriendschap onderling. Ja? Ik denk dat kinderen dat heel erg apprecieerden. Dat waren de beste vrienden. Ja? Die konden ruzie maken, die konden elkaar een duvel aan doen. Maar op het einde was het altijd pijs en vree met meestal een stuk slagroomtaart of limonade. Ja? En ik denk dat kinderen daar toch echt naar verlangen, naar een soort vriendschap. En ik denk dat zij in hun hoofd, al die personages, dat er ook dikke vrienden waren van hun. Ja, die vrienden? Die praten ook over jou met heel veel waardering en warmte. Ja, het is een allround mens. Ik zeg, een genie, een genie. Je moet het maar allemaal bedenken. Hè. Het moet allemaal uit je kopje komen. Hè. En wat hij aanraakt is succes. Hè. Wat heeft hij niet verzonnen? Die ongelooflijke ideeën. En als hij iets in zijn hoofd heeft, dan gaat hij ervoor. En als hij hem ook naar een motivatie vraagt, waarom dat idee? Dat komt dan altijd een heel heldere, bondige uitleg, waarvan dat ik dan denk van, hij heeft gelijk. Ik denk dat dat juist is. Ik denk dat dat gaat marcheren. Tussen hem en tussen mij zat inderdaad een soort chemie die tot op vandaag zo straf is dat ik mij niet kan voorstellen dat ik ooit nog met iemand anders op een podium ga staan waar dezelfde chemie ontstaat. Ik kan mij dat niet voorstellen. Ik heb Gert nooit tegen mij willen zeggen, het is goed wat je doet. Nooit. Maar je voelde dat aan. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Hij is dominant van nature. Hij is een dominant iemand. Ik bedoel dat niet negatief. Hè? En als je iets deed, iets probeerde, waar je dacht, ja, je zit misschien een grap in of iets, en het sloeg niet aan, dan zou hij onmiddellijk na de vertoning gezegd, wat doe je aan? Hè? Wat doe je aan? Hè? En dan wist je het ook. Dat was wel duidelijk in elk geval. Gert kan soms een keer stoer doen of een keer... Maar eigenlijk is dat een heel klein hartje. Een heel klein hartje. Als je hem goed kent, vooral als je met hem alleen bent, dan is dat een zalige kerel. Dan zou dat op dat moment mijn broer mogen zijn. Het is een beetje stil hier. De tranen zijn er bijna, Siska. Bijna, ja? Hè? Bijna, ja? Bijna. Is het echt waar? Ja, ja, dat is toch wel ontroerend. Hè? Dat is heel bijzonder wat ze wel over jou zeggen, toch? Dat zijn mooie woorden, ja. Ja. Maar dat is ook wederzijds. Mm-hmm. Je kunt anders niet zo lang zo intens samenwerken met mensen. Dat kan niet. Nee. Dat kan niet. En ze zeggen hier, ah, Gert, hij bedenkt veel, hij heeft alles bedacht. Ik wil toch even zeggen, er is nog een stoeltje leeg hier. Ik mis Danny Verbist hier natuurlijk, mm-hmm. Die uiteraard voor het grootste deel verantwoordelijk is voor het succes van Samson. Ik bedoel, de meeste scenario's en zo zijn van zijn hand. En hij zit zeker te kijken, dus Danny. Maar ja, het zijn moeilijke tijden nu natuurlijk. Mabbel. Dus dat wil ik toch even zeggen. Ja, ja. Stel dat je opnieuw zou mogen beginnen. En je moet een nieuwe Samson kiezen. Hoe zou die er dan uitzien? Of hoe zou die moeten klinken? Of hoe... Je moet eigenlijk zelfs niet antwoorden op de vraag. Want wij hebben hier 3 potentiële kandidaten klaarstaan die heel graag een auditie zouden komen doen voor die rol. Voor stel dat er ooit een comeback komt. Ja. Maar om het natuurlijk zo echt mogelijk te doen klinken, ga je ze alleen horen met hun Samson-stem. Oké. Okay, ja. Is dat goed voor jou? Ik ben eens benieuwd. Het is een soort van Samson-versie van Blind Date. Gert, jij zit ondertussen veilig aan je bureautje. Ja. Je kan die 2 stoelen die hier staan niet zien. Ik zie niks. Dat is goed, want het zijn er 3. Dus dat is echt al heel erg goed. We gaan de kandidaat Samsons erbij halen. Ja. Hier is Samson nummer 1. Bravo. Hier is Samson nummer 2. Oh. En hier is Samson nummer 3.
Er wordt al heftig gereageerd. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, zeker. Ja. Er staan een paar hulpvragen op je kaartje. Waarom moet jij de rol van Samson krijgen? Samson nummer 1. Gertje zo? Ik dacht zo heel diep in mijn hoofd zo. Ik ben een wereldburger. Ik ben geboren in Moesmechelen, in Limburg. Ik heb jaren in Antwerpen gewoond. En ik kan ook een mondje West-Vlaams. Dus ja, ik dacht zo bij mezelf zo, Gertje, dat erg bestrijk ik heel het land. Van Plopsaco tot Plopsaland, zo, ja, zo, Gertje. Dankjewel, Samson nummer 1. Samson nummer 2. Gertje? Ik dacht zo, ja, als je mij kiest, dan ben ik de eerste echte Samson die echt zwart-wit is. En ook, dan kan je stand-up comedy toevoegen aan de kerstshow. En dan kan ik zo mopjes vertellen, zoals deze. Zo. Het is een show over een hond die van groente houdt. Samson en Ert. Dankjewel, Samson nummer 2. Samson nummer 3. Ik word heel gewoon uitgelachen, Gertje. Ik ben dus een oude acteur. Ik heb heel veel succes gehad, Gertje. En nu wil ik mijn grote kans maken om voor Studio 100 eindelijk iets te komen, toch? Ik heb in 1974, Gertje, nog de grote prijs van de poppenkast Pats gewonnen. Ik heb nog ooit in Sisken en Wisken in gat gezeten met mijn pop. Ik ben een grote specialist en ik hoop nu mijn grote doorbraak te doen bij u, Gertje. Dank u wel, Samson nummer 3. De volgende vraag. Hoe zouden jullie het woord succesvol businessmodel uitspreken? Samson nummer 3 misschien. Ik zou dat omschrijven als mijn fantastische infrastructuur. Gertje, oei, dat is eruit voor dat quiz, Gertje. Toe me. Samson nummer 2. Stoeme hond. Samson 2. Bedoel jij zo... vuil sekshol kerstmishotel. Ja. En Samson nummer 1. Heel simpel. Succesvol businessmodel. Ik vind dat eigenlijk niet zo moeilijk. Zo. En dan de laatste vraag. Wat is jullie favoriete liedje en waarom? Samson nummer 1. Sla je keer in het rond. Stap met je voeten op de grond. Sla je armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Draai je rond als een gans. Zo gaat ze. En Gert dans. Mooi, prachtig. Ja. Samson nummer 2, alsjeblieft. Wij komen eraan. Ja, het is wij komen naar jou, Samson. Niet wij komen eraan. Dat kan ook, maar dat is dan een ander liedje, denk ik. Dat is wel een probleem. Ja. En tenslotte Samson nummer 3. Ja, Gertje, ik heb nooit jouw programma's gezien, Gertje. Maar ik zou een van mijn bekendste nummers willen. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Dat zou ik graag horen, Gertje. Het zijn alle drie sterke kandidaten. Ja. Jij moet nu wel kiezen. Welke Samson valt als eerste af? Samson 2 valt eerst af. Dan zal het toch niet zijn met deze Samson dat jij in zee gaat, want jij mist hierbij Soe en Soekie. Jammer. Ja. Dank je wel, ja, toch, Soe. Bedankt voor het komen. Hè, ja. Ja, dank je wel. Ja. Ze gaan naar de slaapkamer boven, dat weet je toch? Dat regelen we straks. Er is niks, hè. Wie komt er dan op de tweede plaats? Wie valt er zo net voor de meet af? Samson 1 valt ook af. Hoe kan dat nou gebeuren? Dan mis jij toch wel deze... Gert. Oh, tijdig. Ja. Dag. Ja. Maar dit is jouw nieuwe beste vriend, als het er ooit van komt. Samson nummer 3. Ga maar naar je baasje. Oh, bedankt, Gert. Bedankt. Jaak Vermeijden. En mag ik ook aandeelhouder worden in deze tijden? Ja, kan ik nog wisselen? Bedankt voor de kans. Dank u wel. Ik ben blij dat ik gekozen heb voor een jong talent. Toch, ja. Gert, we wilden jou wel echt een waardig afscheidscadeautje geven. Hola. En daarom hebben we aan de hitmachine op twee beentjes, Reggie, gevraagd om een remix te maken. En het mocht wat kosten, want er kon zelfs nog een clip vanaf. Wauw. Hey, waar is de chocolade? Op, alles is op. En waar is de limonade? Op, alles is op. Oeh, maar waar zijn de koekjes dan? Op, alles is op, geen pannenkoek meer in de pan. Op,
alles is op. Wahey! We pakken hem. Kijk eens onder tafel, wie heeft zich daar nu verstopt? Het is meneer Spaghetti. Hij heeft zich weer volgepropt. Hij is nu een beetje ziekjes, dat is normaal als je zo spult. Hij heeft puipen in zijn buikje, maar dat is zijn eigen schuld. Hé, hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. En waar is de limonade? Op, op, alles is op. Maar waar zijn de koekjes dan? De chocolade. Op, op, alles is op. En waar is de limonade? Op, op, alles is op. Maar waar zijn de koekjes dan? Op, op, alles is op. Geen pannenkoek meer in de pan. Op, op, alles is op. Een beetje op mijn maag. Oh, oh, koekje. En wat denk je? Een goede nieuwe hitsingle? Ja, en dat zijn van die draaidagen dat er heel veel gelachen weer zal zijn geweest en ik mocht niet meer meedoen nu. Dus, ja. Dat is toch wel jammer. Het is heel jammer. Ik denk dat ik terug begin. Verrassing. Ja. Het was al te lang geleden dat er een verrassing was gebeurd, natuurlijk. Ah. Ik moest kloppen, want de bel doet het ja, niet. Kijk dag Marie. Hallo allemaal. Ja. Welkom Marie. Dankjewel. Hoi. Dag Marietje. Ja. Marie, heb jij er als kind vaak gezeten in dit decor? Ja, wij kwamen wel regelmatig mee. Of in mijn verbeelding toch. Ik ben hier wel best vaak geweest. Maar je hebt toch een vreselijke ontdekking gedaan, toch? Dacht ik. Ik weet er eigenlijk niet meer heel veel van. Ja, ze zag plots dat er een gat in die mand zat. Ah, ja. Heb ik dat echt zo ontdekt? Ja. En heb ik moeten wenen? Dat nou niet. Nee, zo dramatisch was het dus niet. Maar jij bent natuurlijk de opvolgster van jouw vader. Dat is een heel bijzondere rol die je hebt. Vraag je raad aan je vader? Nee, eigenlijk niet. Geeft je vader raad? Nee, ook niet. Nooit? Ah, nee. Er zijn 700 afleveringen voor te zien hoe dat moet eigenlijk. Dus, ik wil me daar niet te veel mee bemoeien. Dat is ook niet leuk. Dat ik de hele tijd zeg en doet zo en doet. Heb je al veel gekeken naar Marie? Ja. Dat is niet waar. Ja, jawel. Ah. Jawel. Echt? Vorige keer had Samson met de klavertje 4 gevonden. Ah, ja. En hij had plots heel veel geluk. Ja. Okay. Allee, om maar een idee te geven. Sjaanske, het was op het nipperken. Hè? Ben je trots op Marie? Ah, tuurlijk. Maar ik denk dat elke ouder trots is op zijn kinderen, wat ze ook doen. Waarmee dat ik niet wil minimaliseren wat ze doen. Maar ik ben trots op Fiek, ik ben trots op Marie. Zoals elke goede ouder. Hè. Ja. Ik denk dat dat mooie woorden zijn om deze show af te sluiten. Want ja, het is wel zo. We zouden nog 2 uur kunnen doorgaan. Ik zou nog 3 uur kunnen doorgaan. Pakt 4. Er zijn heel veel vragen nog. We kunnen nog over van alles babbelen. Er zijn... Oh. Oef, amai, die klopte wel laat, zeker? Ja, ik dacht het al, ja. Maar kijk, het is nog een verrassing. Ja. Dus welkom. Maar... Ja, wij moesten er zo kloppen. Want de bel doet het niet. Nog altijd. Zeg, maar dat is eigenlijk... Zij zijn eigenlijk de grote finale van de show. Ja, Gertje, wij dachten...
Wij willen ook iets doen. Ja. Want ja. Want om te beginnen zijn we natuurlijk, dat weet jij, grote fans van Samson en Gert. Ja. 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 Wij hebben ook veel te danken aan u. Heel veel. Alles. Alles. Wij zitten niet voor niks in de finale. En we dachten, we willen iets doen met een nummer wat wij misschien wel een van de beste Samson en Gert nummers zijn. Zeker een van de schoonste. De schoonste. Het stond ook op de eerste plaats. Het eerste cassetje dat ik ooit gekregen heb op mijn Walkman. Daar stond het op. Ik heb daar een andere tekst op gezet. Het is niet Olé Pistolé. Het is niet Olé Pistolé. En we gaan dat ook niet met twee doen. We hebben nog een extra gast. En vader Jan Kleijmans. Ja. Al 30 jaar lang onze orkestleider, voor de mensen die het niet zouden weten. Ja, ja, voilà. Kijk eens. En strak in het pak. Amai. Ja. Het liedje dat we voor u gaan doen is Slaapliedje. Ah, prachtig liedje. Maar in onze versie is het Gertje, bedankt. Dank u wel. Ik heb het al moeilijk. Gertje, het is niet te geloven, wat gaat de tijd toch snel. 30 schone jaren, maar nog steeds kapot, die bel. Maar laat dat ding maar rustig hangen aan nummer 101. Het is tijd voor andere orde, dat begrijpt echt iedereen. Gertje, bedankt. Bedankt voor al die schone jaren. Cirkel is rond. Jij blijft voor ons toch eeuwig en altijd het baasje van die hond. Elke keer weer dagen tellen tot de zondag kwam. Of als kind een grootse kerstshow ons de adem weer ontnam. En ik mocht dat steeds weer beleven, backstage als toerist. Want ik was het zoontje van die dikke saxofonist. Gertje, bedankt. Bedankt voor al die schone jaren. Cirkel is rond. Jij blijft voor ons toch eeuwig en altijd het baasje van die hond. Gertje, bedankt, laat nu Marie de klus maar klaren, cirkel is rond. Jij blijft voor ons toch eeuwig en altijd het baasje van die hond. Gert, ga nu maar bootje varen op de Schelde of de Theems. En maak nog wat programma's met je nieuwe vriendje James. Maar wij gaan dat beeld wel missen. Jammer, maar helaas. Dat beeld vol van ontroering van een hondje en zijn baas. Jonas en Jan. Dank je wel. Prachtig. Mag ik nog iets zeggen? Met veel plezier. Nee, ja. We zijn in Vlaanderen niet zo goed in het eren en het lofbetuigen aan mensen. Maar wat ik hier vanavond heb mogen meemaken, is buitengewoon. Dank je wel. Amai. Nee, dank je wel. Graag gedaan. Echt.
Wat mooi. Ik denk dat ik... Ja, het is wel echt gedaan nu. Er komen geen verrassingen meer. Je vond het denk ik wel een beetje leuk, hè? Ja, absoluut. Ja. Okay. Komt er geen slagroomtaart meer? Of... Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik denk dat ik in naam van ja, die honderdduizenden fans jou mag bedanken voor die 30 jaar legendarische televisie die jij hebt gemaakt. Ik denk in naam van heel veel kindjes dat ik je mag bedanken voor het plezier dat jij hen hebt gegeven. In naam van heel veel ouders dat ik jou mag bedanken voor de Samsonseks die je hen gegund hebt. Gertje, geniet maar van jouw Gertjespensioen. Gefeliciteerd. Dank je wel. En dit is ook voor Danny Verbiest. Dank je. Mooi. Gertje, bedankt voor die gezwellige 30 jaren. En nu worden het 40 gezwellige jaren bij Marie. Dag, Gertje.